Vandaag ga ik je laten zien hoe je heel snel en goedkoop een lekkere bolognese saus kan maken. Iedereen en zijn moeder heeft een eigen receptuur van hoe je bolognese saus maakt. En zo maak ik een lekkere bolognese saus. Maar wat eet je er dan bij, Nick? Pasta sausie eet je met lekker pasta. Maakt niet uit welke pasta. Spaghetti, fettuccine, die wokkel, fusilli. Maakt niet uit welke pasta. Je kan elke pasta eten die je wil. Je kan er zelfs rijst bij vreten. Maar vandaag doen wij dit. Kijk, hier zo. Denk je, wat is dat voor iets geels? Dit is polenta. Dit is een soort maismeel. En van dat maismeel gaan we een soort puree maken. En dan gaan we heel veel boter en heel veel kaas in doen. En dit past perfect bij je bolognese saus. Lekker snel en goedkoop bolognese sausie met lekker polenta erbij. Kost geen reet. Super lekker. Gaan we. We beginnen de hele meuk met ons vleesie. Ik ga zelf mijn eigen gehakt maken. Heb je daar nou helemaal geen zin in? Heb je er geen tijd voor? Weet ik wat allemaal. Haal gewoon kant klaar bij je slagertje. Ook helemaal goed. Riblappen heb ik vaker laten zien. Die gaan we gewoon heel snel doorheen. Let's go. Snij je riblappen gewoon in lekkere stukken. Dat we gewoon repen doen, zo. Dan gaat het zelf, vanzelf trekt hij alles er doorheen. Pak je gewoon zo'n reepje dinges, vlees en die doe je er doorheen. Kijk dan. Gebruik nog voor een kilootje riblappen. Heel snel gehakkie, hartstikke lekker, hartstikke mooi. Gaan we door met onze bolognese saus. 500 gram wortel heb je hier zo en die gaan we even schillen en even helemaal zen worden. Kijk dan. Snel even alle kontjes en topjes eraf. Uitje, we hebben hier uitje. Een hele bol met knoflook. Wees niet bang voor knoflook, want er gaat een hele bol knoflook in. Dat is allemaal lekker smaakjes. Dit is een hele bol. Gaan we eerst alle shit snijden. De ui, die gaan we snipperen. Alle knoflook in hele dunne plakken, dus die pak je beet. En heb je hier zo, heb je hier 500 gram met winterpenen. En die gaan we ook even klein snijden in kleine blokjes. Dus die doe je één keer door de helft. En die doe je dan misschien nog een keer in kleine blokjes. Mag je ook gewoon zo bij je knoflook en je wortelen gooien. En zo snij je al je peentjes op. Zo, alles gesneden. Heb je hier een pan met een dikke bodem. En die zet je op. Zo, 100 ml olijfolie. En die kan je gewoon lekker erbij gooien. Niet bang zijn voor de olie, gewoon het hele proces vertrouwen. Laat dit maar een klein beetje heet worden. Olie is heet, pak je zo al je uien, knoflook en wortelen. En die doe je allemaal in de pan. Medium laag het vuurtje. En dan ga je even alles roeren door elkaar heen. Laat je dit nu gewoon 10 minuutjes bakken, totdat alles wat zachter wordt. Dan gaan we daarna lekker verder. Als alles dan lekker 10 minuutjes een beetje gestoofd heeft, eigenlijk een beetje zo in je pannetje, is het tijd voor je gehakkie. Heb je hier zo'n kilo gehakt, gooi je er allemaal bij. En dan ga je alles 5 minuutjes meebakken. Zet je het vuurtje even medium, zo op medium. En dan ga je al je gehakkie, ga je er zo doorheen roeren. Heb je hier zo tomatenpuree, doe je ongeveer 60 gram tomatenpuree doe je erin. Pak je gewoon beet en doe je ongeveer halve tube. En die ga je er even doorheen halen, zo. Bak je tomatenpuree ook gewoon 5 minuutjes mee, een klein beetje ontzuren. Dan komen de suikers omhoog, wordt die iets zoeter. Tijd voor wat verse kruidjes. Zo, ik heb hier een paar stronkies basilicum. Kan je gewoon zo 2 stronkies pakken of zo. Die gooi je er gewoon bij. Verse oregano, zie je hier zo. Pak je ook gewoon de helft, ongeveer een klein handje met blaadjes en steeltjes en alles erop en eraan. Doe je er ook gewoon zo doorheen. Kijk, roer je dit even allemaal door elkaar heen. Oh, en het ruikt al fantastisch, jongens. Dit ruikt al fantastisch. 1 liter runderbouillon gooi je erbij. En nog een halve liter runderbouillon gooi je erbij. Zo. En dit wordt onze heerlijke pasta saus. En denk je, dit is toch meer een soort bolognese soep. Komt helemaal goed. Zet je klein vuurtje aan. Pak je heel die pan. En zet je hem op het kleine vuurtje. Je laat hem gewoon zachtjes bubbelen. Deksel doe je voor de helft ongeveer op, zo. Bolognese saus hier moet na ongeveer 40, 45 minuutjes inkoken, dat het een beetje een dikke saus wordt. Gaan we straks allemaal laten zien, komt helemaal goed. En, wat wil ik nou nog meer zeggen? En we eten er polenta bij. Mensen zouden meer polenta moeten eten, want het is gewoon te gek. Met lekker boter en kaas. Ga ik straks ook helemaal laten zien hoe je dat moet maken. Dit wordt een fantastisch gerechtje. Blijf lekker kijken, gaan we straks lekker vreten. Later. Pasta saus hier moet ongeveer nog een half uurtje, als dat zo is. Dan duurt de polenta maken ook een half uurtje. Dus dan kan je hem mooi timen. Snap je het? Heb je hier zo een groot pannetje. Zet je op. Heb je hier zo een liter water. Gooi je erbij. Nog een litertje.
Gooi je erbij. 2 liter water, doe je 1 eetlepel zout bij. Laat je water maar gewoon aan de kook komen. Pak je even een garde. 500 gram maismeel, grof maismeel, bedoeld voor polenta. Kan je gewoon halen bij de supermarkt, hebben ze gewoon liggen. En terwijl je aan het roeren bent, gooi je je polenta erbij. Terwijl je roert, je polenta erbij. Zo krijg je geen klontjes. Vuurtje helemaal zacht. Pak je een vlamverdeler. Ja. Dit is een vlamverdeler, want je wil niet dat je polenta gaat verbranden. Dus wat ga je doen? Je gebruikt dan een vlamverdeler, zodat je heel langzaam dat kan doen. Langzaam kan gaar kan maken. Dus die pak je beet en die zet je erop. Zo. Gaat het minder snel verbranden. Je ziet dus al dat hij wat dikker wordt hier zo. Maar nu moet het dus nog gaar worden. Je gaat nu een half uurtje ga je dit een beetje voorzichtig af en toe even roeren, dat hij niet verbrandt. En dan gaan we de laatste 10 minuten gaan we er boter en kaas doorheen doen. En dan krijgen we hele boterige, kazige, lekkere mais puree vibe dinges. Wat fantastisch werkt met je bolognese saus. En hou het in beweging, het mag niet verbranden. Oh, ik krijg de tering, dat is heet. Fontina kaas, dit is Italiaanse kaas, die gaat er oorspronkelijk lekker een beetje in. En die gaan we in kleine blokjes doen. Gewoon kleine blokjes. Gaan we straks erheen gooien en dat gaat lekker smelten. 100 gram. Blech. En die gaan we ook even in kleine blokjes snijden. Want die gaan we straks door onze polenta heen gooien. Waardoor die romig en boterig wordt. En dan gewoon, oh, ik heb nu al zin om een hapje te nemen. Wachten tot polenta bijna klaar is. Gaan we de laatste 10 minuten van onze polenta, gaan we alles erheen gooien. Wordt fantastisch. Eventually. Polenta heeft 20 minuutjes opgestaan. Wat gaan we nu doen? We gaan even wat dingetjes doen. Ik crap even vuurtje uit. Pakken we gewoon wat kaas. Die doen we er doorheen. En dat doen we samen met wat blokjes boter. Gewoon zo er doorheen gooien. En dan ga je alvast er doorheen roeren. Zo, dan gaat al je kaas smelten en je boter lekker er doorheen. Pakken we alle overige kaas ook. Doe je ook gewoon lekker zo er doorheen. Samen met je Doe je even goed wat peper er doorheen. En een klein snufje zout. En dan roer je alles weer zo er doorheen. En dan ga je dit nog 10 minuutjes gewoon even lekker een beetje blijven roeren. Klein beetje lekker alles, lekker smaakjes door elkaar heen doen. En dan na 10 minuutjes is die helemaal klaar. Polentatje, hier zo op plankie. Kijk dan, kijk dan. En hier zo romig, kazig. En dit is gewoon echt fantastisch. Maak dit gewoon een keer, want dit is echt te gek. Hebben we hier zo ons saucy. Kijk, en die saus is best wel lekker ingekookt. De helft van de vocht is ongeveer eruit. En hij is een beetje, kijk dan, een lekker drappie is het geworden. We hebben hier zo 200 ml volle melk. En die gooi je zo erbij. Al de boel even roeren door elkaar heen. Laten we een klein beetje aan de kook komen. Laten we hem 10, 15 minuutjes nog gewoon inkoken. Daarna gaan we hem lekker afmaken. A few moments later. Ons saucy is lekker ingekookt. Kijk, ik vind hem zo helemaal goed. Je kan hem nog wat langer op laten staan. Dan wordt hij iets droger. Als je dat chiller vindt, doe je dat lekker. Ik vind hem goed. 4 eitjes. En die gaan we scheiden. Want we gaan straks de eigelen gaan we daarbij doen. Wordt de saus nog dikker. Wordt fantastisch. Wordt helemaal te gek. Let op wat we gaan doen. Gewoon lekker in die blote klauwen van je. En die doe je even in een bakje. Zo. Zo, dus 3 eigelen. 4, een beetje gered. Zo. Die gaan we even zo pakken. En die doen we erin en die gaan we er doorheen roeren. Die gaan we er doorheen roeren. En dan wordt die ook ietsjes dikker. Pakken we nog een eigeeltje. Doen we erbij. Zo er doorheen roeren. Hebben we hier nog een beetje dat eigeel. Gooien we alle eigeel, gooien we erbij. Zo, gaan we de hele boel even roeren door elkaar. En geen zorgen dat je er rauw eigeel in doet. Want de hitte van de saus zorgt ervoor dat die lekker heet wordt. En dat gaar wordt. Kijk, voor alles door elkaar heen roeren. En gewoon op smaak brengen hoe jij wil. Als jij hem lekker vindt, vind je hem lekker. Klein beetje peper erbij. Bolognese sausie helemaal af. Polenta helemaal af. We kunnen lekker een bordje opmaken. Romige polenta. Kijk dan. Oh my god. Hier zo die camera hierboven. En hier zo hebben we onze fantastische bolognese saus. Die gewoon iedereen in huis moet gaan maken. Als onderste laag doen we zo een beetje polenta. Pakken we. En oh, en dan denk je bij jezelf, Nick, dat ziet er toch niet uit, maar dit is echt fantastisch. We hebben hier wat van onze bolognese saus. En die gieten we gewoon zo in het midden van de hele gebeuren. We gaan straks kaas erop doen, anders ziet het shot, straks het presentatieshotje, ziet er niet uit. Dus we gaan straks pas kaas erop doen. Oregano, blaadjes. En die kun je gewoon zo mooi erbij leggen. En dan hebben we hier nog wat basilicum. Hier zo heb je gewoon heel je bordje met je bolognese saus en je polenta heb je hier gewoon helemaal klaar staan. Lieve mensen. Eet smakelijk. Wat kaas eroverheen. Oh, kijk dan. Feestje voor je mel. Dit is toch te gek. Deze bolognese saus
moet jij thuis gewoon gaan maken, want dit is gewoon te gek. Hij is lekker, hij is goed op smaak. Boterag, kaasag, dit is wat je wil hebben. Ik ben weer helemaal thuis. Die saus kan je al vooral bij eten. En met deze bolognese saus is alweer een einde gekomen aan Eten Ben Ik voor deze week. Volgende week gewoon weer terug. Zelfde Nicky Toet, ander filmpje. Gewoon lekker blijven koken. Lekker maken.